Hallo en welkom in deze nieuwe video. Ik ben Milan en deze week zijn we weer met de praatvideo. Ik weet op dit moment van opnemen heb ik de gameplay nog niet opgenomen, dus ik weet niet of het weer van mij zal zijn of van Sheep. Maar in ieder geval als het van Sheep is alvast heel erg bedankt en uh, um, ja in ieder geval volg even zeker zijn Twitch kanaal. De praatvideo van vorige week is heel erg ont goed ontvangen, uh, zelfs beter dan ik had verwacht, dus daar ben ik wel heel erg blij om. Dit keer een iets meer willekeurige random onderwerp, dus ik ben zeer benieuwd of dit uh, ook goed zal ontvangen zijn, echt goed zal ontvangen worden. En wie weet zal ik nog meer praatvideo's in de toekomst doen. Ik ben ook aan het kijken of ik andere games kan doen. Minecraft Survival wil ik sowieso nog terugbrengen. Um, GTA 5 blijft, maar de views daarop dalen. Dus ik ben aan het kijken. Zal ik niet eens een keer beter ook een andere game proberen? Want elke week hetzelfde is ook natuurlijk niet altijd super leuk. Maar in ieder geval, er komen zeker wat video's aan en ik ben weer terug. Dus uh, ik vind het ook zeker leuk uh, om ja, weer YouTube-filmpjes te maken. Maar deze week een iets minder, tenminste een iets meer random onderwerp. Iets wat ik twee jaar geleden had meegemaakt. Um, ik was dus op het verjaardagsfeestje van mijn zusje. Ik was uh, bij zo'n speelhal in uh, Moerbekewaas. De meeste mensen zullen het misschien niet, ken uh, misschien niet kennen van um, mijn kijkers. Maar dat is zo'n speelhal met. Um, ja, wel leuk voor kleine kindjes. Want eh, ik, de, de, mijn zusje was toen en is eigenlijk nooit ook nog wel een beetje klein. Maar het was een speelhal en er waren allemaal klimrekken: speeltoestellen. En het was heel erg leuk, maar ik moest eerder weg. Want ik moest die avond werken en nu werk ik in een uh, café. Maar vroeger werkte ik in de, in de Albert Heijn in Hulst. En ik moest vertrekken, want uh, ik moest met de bus naar huis. Want uh, ik moest vroeger weg. Dus ik zit te wachten op mijn bus. Ik pak mijn bus. Uh, ik pak de 41, dacht ik dat het was. Naar steken dat is een dorp uh, daarbij, maar het was op een zondag. En op een zondag rijden nou eenmaal minder bussen in België. En dan is er naar Hulst, vanaf België naar Hulst maar één bus. En gelukkig gaat hij via steken op zondag. Waardoor ik hè, niet zo, tenminste niet zo ver moest met mijn eerste bus. Dus ik pakte de bus. Ik, uh, ik zat er niet zo heel lang in, want ik moest er in Stekenen weer uit. En toen wacht ik op de 43 naar Hulst. En ik pak die bus. Niks aan de hand. Heel die uh, route. Blablabla. Bla bla. Dan komen we aan op het uh, busstation van Hulst. En ik stap uit en ik pak rustig mijn fiets. Uh, er is nog zo'n vrouw uh, met twee kinderen die uh, geen flauw idee hadden waar de supermarkten waren. Want het busstation van Hulst zit namelijk niet zo heel dicht bij het centrum. Ja, de supermarkt is aan de andere kant van het centrum. En het busstation zit dan weer helemaal aan de andere kant. Want Hulst is een vestingstad en heeft zo van die wallen. En ja, je moet helemaal uit het parken om naar de supermarkt te komen. Maar in ieder geval ze wisten niet waar het was. En ik raakte voordat ik met hen aan de praat raakte, begon opeens twee passagiers een ruzie te maken met een buschauffeur. En die twee passagiers waren zelf. Waren ze, um, ik weet niet precies of ze echt donker donkerbruin waren. Ik dacht eerder meer um, ja, zwart als je dat nog mag zeggen, donker gekleurd. Ehm. Um, en die buschauffeur was Roemeens, maar ze zaten zo ruzie te maken omdat die buschauffeur had blijkbaar gezegd dat de, de bus dicht bij het centrum zou stoppen, of in ieder geval dicht bij het, de supermarkten. Uh, dicht bij het centrum ligt eraan hoe je het interpreteert, want het is nog wel, denk ik, 10 minuutjes lopen tot het centrum. Ver niet, maar heel dicht is natuurlijk ook weer niet, en voor oudere mensen zal het waarschijnlijk ook een beetje moeilijk zijn om richting het centrum te gaan. Maar... Die buschauffeur had blijkbaar de passagiers, hè, de, uh, de Vlaamse passagiers, uh, wijs gemaakt dat het dicht bij het centrum zou zitten. En die mensen die werden boos, want het valt nog best mee qua hoe dicht het bij het centrum is. En opeens begonnen ze die buschauffeur uit te schelden. Die buschauffeur begon hun uit te schelden, en opeens, ik weet niet wie van de twee het zei, volgens mij, zei die Roemeen het. Nee, volgens mij zeiden die donkere mensen dat. Um, Ga terug naar je eigen land, je hoort hier niet. En dan denk ik zo van, wacht even. <laughs> het zijn twee buitenlandse uh, mensen, tenminste drie. Want um, je had het donker gekleurd echt paar en je had uh, die Roemeense of Roemeens-Italiaans, ook buitenlands. Maar ja, dus, het was een Romaanse taal, als ik het goed had. Maar ik weet niet of het Roemeens was of Italiaans. Zoveel verstand van die taal heb ik nou net ook weer niet. Maar opeens, ze begonnen elkaar uit te schelden, en een van die twee, en ik dacht dat het die donkere kleurden waren, maar het kan ook die Romeinse zijn, maar dat betwijfel ik, dat ze zeiden opeens van, ja, ga terug naar je eigen land, je hoort hier niet. Want ik denk van, wacht even, je bent zelf buitenlands, en je gaat tegen andere mensen lopen schreeuwen van, ga terug naar je eigen land, je hoort hier niet, je, je bent buitenlands, en blablabla, bla, bla, terwijl je zelf buitenlands bent. Dank. Klopt er iets niet? Sowieso, het is misschien niet altijd zo even netjes, ook als Nederlander, als je schreeuwt, gaat terug naar je eigen land, dat is natuurlijk ook niet zo netjes. Maar als je buitenlands bent en je schreeuwt dat tegen een andere buitenlander, vind ik dat. Ik vond dat wel redelijk opmerkelijk, dus ja, dat wou ik eventjes met jullie delen. En voor de rest, die vrouw met die twee kinderen, ik liep gewoon met mijn fiets, want ik was veel te vroeg voor mijn werk, dus ik liep gewoon met hen door het park heen. Een beetje Richting de supermarkten, uh, ja, want heel veel Vlamingen komen boodschappen doen. in hulst, omdat de uh, supermarkten in Nederland een beetje goedkoper zijn. Goed, en voor de rest ging ik werken. En zijn er voor de rest niet zoveel spannende dingen gebeurd. Uh, het is misschien niet zo'n heel spannend verhaal, maar het is misschien wel eens even iets wat ik wil delen. Kijken of uh, ook in de random verhaal uh, het goed gaat doen qua views. Natuurlijk, views zijn niet het allerbelangrijkste, maar als je ziet dat. Eerst bijvoorbeeld GTA 5 uh, views had van weet ik veel, 80, uh, 60, en nu opeens uh, mijn laatste GTA 5 video op het moment van opnemen, het is dus nu maandag, zitten er denk ik rond de 30 weergaves, of onder de 30 zelfs. Oké, okay, ik moet nog de tijd geven tot woensdag kijken hoeveel, het nog, hoeveel uh, views het nog gaat pakken, en natuurlijk, ik ben twee maanden afwezig geweest, dus dan... of drie maanden zelfs, dus dan zitten de views sowieso een beetje minder. Maar als de views echt gaan dalen, zijn, dan weet je van dit werkt niet echt meer of ik moet het minder gaan doen. Want ik heb het zoveel gedaan en elke week hetzelfde. Mensen raken het veel te veel gewoon. Dus ga ik even kijken of ik andere games kan doen en of ik andere leuke dingen kan doen voor jullie. In ieder geval, dit was de video voor deze week. Um, ik zal proberen nog andere leuke verhaaltjes te bedenken. En ik zal niet elke week een praatvideo doen. Uh, ik zal het afwisselen met Minecraft Survival of uh, andere uh, dingen. Maar als jullie willen dat ik hier een serietje van maak en andere uh, verhalen, random verhalen aan jullie wil vertellen of dingen, verhalen zoals van het internet, dat kan ook. Laat het me weten en dan uh, neem ik het zeker mee in de afweging. Maar in ieder geval like, abonneer en join. even mijn Discord server hier in de beschrijving staat namelijk een linkje naar mijn Discord server. Join die zeker. En als je wil, kan je me ook nog eens keer volgen op Instagram, echt in Milan NL. Uh, Druk even op die volgknop en dan kan je mij lekker volgen. En join me, zeker mijn Discord server, want zoveel wordt daar ook weer niet in gepraat. Maar soms wordt er een keer leuke dingen gezegd, dus join me, zeker. En luister ook elke zaterdag van 9 tot 10 uur naar mijn radio show op Sasfem. En dan zeg ik later.